En jongens, wat ik toen aantrof, ik schrok me echt dood. Oké, hier rechts van mij zie je dus nu het kaartje. Die fans naar mij op hebben gestuurd via de post met allemaal bedreigingen erbij. Ik ben serieus op sommige dagen denk ik wel echt 30 keer per dag anoniem door ze gebeld. En ik kan redelijk veel hebben, maar op een gegeven moment, het ging gewoon te ver. Hoi, ik ben Bo en super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag maak ik voor jullie weer een storytime. In deze storytime ga ik het hebben over een gekke confrontatie die ik heb gehad met twee fans. Zij begonnen mij namelijk te bedreigen, gingen mijn nummer verspreiden en nog veel meer gekke dingen. Ben je nou benieuwd naar het verhaal en wil je meer storytime zien op mijn kanaal? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren. En let's get started! Ik ga het dus vandaag met jullie hebben over een gekke confrontatie tussen mij en twee fans. Dit is denk ik allemaal 2 jaar geleden gebeurd. Misschien tussen de 1,5 jaar en 2 jaar in. Maar ik denk dat het inmiddels echt al wel 2 jaar geleden gebeurd is. 2 jaar geleden is mijn social media eigenlijk langzaam gaan opbloeien. En dan heb ik het voornamelijk over YouTube en Musical.ly. Musical.ly heet nu TikTok, maar ik noem het eigenlijk altijd nog steeds Musical.ly. 2 jaar geleden begon ik namelijk steeds meer met het vast uploaden op YouTube. Dus bijvoorbeeld elke week een video of 1 keer in de 2 weken een video. En zo ging ik telkens door. En dat deed ik daarvoor ook al wel. Alleen afgelopen 2 jaar zijn die video's vooral aan het begin toen meer gaan aanslaan. En ik zag dat ik van in plaats 30 weergaven op een gegeven moment naar de 300 weergaven ging. En toen naar de 1000 weergaven. En dat ging steeds verder. En als je meer weergaven krijgt, krijg je automatisch ook meer abonnees. Dus ik kreeg steeds langzamerhand een soort van vastere doelgroep. Op Musical.ly was het ook het geval en op YouTube ging het niet heel erg snel. Maar op Musical.ly ging het wel heel erg snel, omdat ik best wel een van de eerste was die Musical.ly echt begon te gebruiken. Op Musical.ly had ik 2 jaar geleden denk ik ook al best wel veel volgers toen. En ik kreeg vooral heel veel volgers op Musical.ly doordat daar de future knop bestond. En de future knop was dat je dan, jouw Musical.ly video was blijkbaar zo leuk, zo trending, dat die op een pagina werd geplaatst. En dit was als het ware de homepagina van Musical.ly. Dus die zag iedereen over de hele wereld. En die zagen dan jouw video, omdat die video dus gefeatured werd. En dan kreeg je heel erg veel likes, heel erg veel volgers erbij. En zo werd ik eigenlijk langzaam steeds bekender op Musical.ly. Op YouTube ging deze groei wel wat langzamer, maar ik kreeg op beide platformen dus steeds meer volgers. En volgers houden ook in dat daar fans tussen gaan zitten. Nou, het begon allemaal zo dat ik op een avond DM's kreeg van verschillende fans. En ik kreeg best wel af en toe eens een keertje een DM van een fan. En ik vond dat super cool. En op een gegeven moment waren dus een paar fans die zeiden, ja Bo, mogen we een groep met je aanmaken, dit, dat. En omdat het zeg maar mijn eerste fans waren en ik er zo, ik vond het zo cool, weet je wel. Het is zo, ik vond het zo bijzonder. Dacht ik, waarom geef ik ze niet gewoon mijn nummer? Want ik zag het eigenlijk meer als een soort van vriendinnen of zo. Dat klinkt heel gek, maar ik dacht, waarom geef ik ze niet gewoon mijn nummer? Dan kunnen we een groepsapp maken op WhatsApp. Veel makkelijker. Toen heb ik met deze meiden een groepsapp aangemaakt op WhatsApp. En deze groepsapp was echt 24/7 actief. Echt de hele tijd door. We stuurden berichten, foto's, van alles. Mijn zusje heeft zelfs met sommige van hun geskyped. Want het was echt, heel veel van hun zagen wij gewoon als vriendinnen. Gewoon mensen waar we mee omgingen. En als waren van internetvrienden. Klinkt heel gek, maar zo zagen wij dat een beetje, denk ik. Eigenlijk was de groep heel gezellig, maar er kwam steeds meer ruzie in de groepsapp. En dat kwam doordat sommige mensen het niet met elkaar eens waren. Of ik bijvoorbeeld wel op de een reageerde, maar niet op de ander. Terwijl dat helemaal niet bewust was, maar dat was gewoon zo. Dat gebeurde gewoon. En daardoor kwam er steeds meer ruzie in die groepschat. Toen op een gegeven moment waren er 2 meisjes die ook in deze WhatsApp groep zaten. En zij woonden niet heel erg dicht bij elkaar, maar zij hadden elkaar zeg maar leren kennen door die groepsapp dus met mij erin. En het was niet zo dat zij dus heel ver uit elkaar woonden, maar ze woonden nog best wel dicht bij elkaar. Dus zij zagen elkaar best wel vaak en werden een beetje een soort van beste vriendinnen. Ongeveer, ik denk na een paar maandjes, bestond groepsapp eigenlijk voornamelijk alleen nog maar uit ruzies, discussies en gewoon niks gezelligs meer. Nu moet ik wel zeggen dat deze ruzies en discussies vooral kwamen door die 2 meisjes, omdat zij best wel vaak gewoon commentaar hadden op anderen en gewoon het altijd nodig vonden om het laatste woord te hebben. Ik vond het zelf best wel vervelend en ik heb daar toen gewoon een paar keer wat van gezegd. En het is misschien niet mijn recht om daar wat over te zeggen, maar ik vond het wel vervelend dat ze zo raar tegen die andere meiden. En ik vind gewoon in welke situatie dan ook, als mensen verkeerd doen tegen anderen, dan mag je daar best wat van zeggen. En dan hoef je niet iemand te zijn die heel hoog staat of die zichzelf heel goed voelt of
weet ik veel wat, maar ik vind best wel dat je daar wat van mag zeggen. Nou, ik had daar dus wat van gezegd, maar op een gegeven moment begonnen ze dat steeds minder te pikken, dat ik er wat van zei. Want ik weet niet, ze vonden dat gewoon niet chill, zo dat ik hun als het ware confronteerde met de dingen die zij zeiden tegen anderen. Want ik zei gewoon van, ja luister, je vindt dat zelf ook niet fijn als ik dat tegen jou zou zeggen. Of als zij dat tegen jou zouden zeggen. En daar reageerden ze eigenlijk altijd heel erg vaag op. Toen op een gegeven moment was de gehele groep geëscaleerd. En ik heb volgens mij de groep ook verlaten. Net zoals anderen. Maar wat er toen gebeurde was, ik verlaatte de originele groepschat. Dan maakte de ene groep een nieuwe aan. En dat andere groepje ook. Dus dan zat je in twee groepsapps. Dan verlaatte je die weer. Dan ging iedereen je privé appen. En alle andere meiden die erin zaten waren serieus super lief. Maar die twee meiden die waren gewoon serieus zo gemeen voor iedereen. Dat het gewoon echt niet leuk was. Toen heb ik die meiden gewoon geappt van, ja luister, ik vind het gewoon echt niet fijn dat jullie zo'n grote mond hebben tegen iedereen. Want ze begonnen op een gegeven moment ook echt een grote mond tegen mij te hebben. En ik kan redelijk veel hebben, maar op een gegeven moment, het ging gewoon te ver. Toen heb ik gewoon gezegd van, ja luister, ik hoef liever geen contact meer met jullie, dus kunnen jullie gewoon mijn nummer verwijderen. En het gewoon laten hierbij, dan spreken we elkaar niet meer. Vergeten we het allebei wat er gebeurd is en is het daarmee gewoon gezegd. Ik dacht dus, nou, hier gaan ze waarschijnlijk wel mee akkoord. Maar ik had echt anders moeten denken, want van in plaats daarvan hebben ze zich zo tegen mij gekeerd. Nu moet ik wel eerlijk zeggen, het is 2 jaar geleden en ik ben best wel veel dingetjes vergeten gewoon. Tot in de detail, zeg maar. Maar ik weet heel veel dingen nog wel in grote lijnen. Zo heb ik ook geprobeerd gesprekken terug te zoeken op WhatsApp. Maar ik had toen nooit een reservekopie van mijn WhatsApp, zeg maar. Omdat mijn opslag altijd vol zat, want toen leefde ik nog met 16 gigabyte. En dat was echt drama, want het is niet zo dat je daar niet mee kan leven. Maar als je al zoveel foto's en spelletjes erop had en weet ik veel wat er allemaal op stond, toen kon die reservekopie er niet bij. Dus ik heb er geen reservekopie van, want anders had ik het zo graag die gesprekken gewoon met jullie voor willen lezen, dingen willen laten zien. Maar dat heb ik dus niet meer. Op een gegeven moment had ik echt best wel dikke ruzie met hun via WhatsApp. En ze begonnen mij echt voor van alles en nog wat uit te schelden. Het was niet normaal. Ik heb hier allemaal niet op gereageerd, omdat ik dat gewoon een beetje onzin vond. Want ik had echt zoiets van, wat moet ik hier nou op reageren? Ik bedoel, het wordt alleen maar erger als ik hierop reageer. Het wordt er niet beter van, dus ik negeer het gewoon. Toen op een gegeven moment ben ik er zo geïrriteerd van geworden dat ik ze geblokkeerd heb, allebei, op WhatsApp. Dan denk je, het is over, weet je, ze leggen zich erbij neer, ik heb je geblokkeerd, dan is het toch klaar. Toen ging het eerst nog verder via InstaDM en daar heb ik ze ook op geblokkeerd, omdat ik dat heel erg vervelend vond. En toen begon het allemaal, want toen begon het drama pas echt. Ongeveer elke dag werd er een haataccount van me aangemaakt, genaamd Bo Popman Haters of Bo Haters of Haters Bo. En ik blokkeerde die accounts direct altijd en ik rapporteerde ze altijd. Ze werden altijd vrij snel verwijderd. En dan gingen ze er domme foto's van mij op plaatsen die bewerkt waren. Of mij belachelijk maken of weet ik veel wat ze ook weer allemaal posten. Maar het waren echt de raarste posts. Mijn vader stuurde dan meestal netjes een berichtje met de vraag of ze het account wilde verwijderen. Omdat wij er niet van gediend waren dat ze zomaar zulke rare foto's van mij online plaatsen. Hier waren mensen meestal erg geschrokken van en daardoor werd het account ook altijd wel snel verwijderd. Ondanks dat ik het natuurlijk ook gerapporteerd had. Nou, die haataccounts die bleven lekker doorgaan en het was gewoon elke dag was het weer een nieuw. Het was elke dag weer raak. Het ene account was net verwijderd of de nieuwe die dook alweer op. En toen op een gegeven moment begonnen ze me anoniem te bellen. Elke minuut van de dag. Ik zat op school, ik werd 10 keer anoniem gebeld. Ik was thuis, ik werd 10 keer anoniem gebeld. Ik werd 's avonds laat anoniem gebeld, 's ochtends vroeg. De hele tijd door. Ik ben serieus op sommige dagen denk ik wel echt 30 keer per dag anoniem door ze gebeld. En als ik dan opnam en mijn geluid uitzette, begonnen ze te dreigen, te schelden, mij uit te maken voor ik weet niet wat. Nou, dat hele stalkingachtige gedoe en zo, dat ging echt heel erg lang door. En op een gegeven moment was mijn vader er echt zo klaar mee na een week, dat hij gewoon opnam en zei, ja, luister, wat willen jullie nou? Ik bedoel, het is gewoon echt niet fijn als mensen je zo vaak per dag anoniem bellen. En het probleem is, je kan anonieme nummers niet blokkeren, dus het blijft maar doorgaan, het stopt niet. Toen heeft mijn vader dus netjes opgenomen en heeft gewoon gevraagd van, ja, wat is er nou aan de hand? Wat willen jullie nou? Wat moeten we doen zodat jullie überhaupt stoppen? Want we worden er gewoon helemaal gek van. Toen hebben we eerst nog gekeken naar een ander nummer, maar dit vonden we eigenlijk wel heel erg overdreven, ondanks dat het zo vervelend was. Maar we vonden het gewoon niet waard om helemaal een nieuw nummer aan te vragen voor deze mensen. Dit hele gedoe met haataccounts, haatberichtjes, anonieme telefoontjes is zo lang doorgegaan. Maar op een dag was er nog iets veel raarders. Op een bepaalde dag was dus echt het hoogtepunt bereikt, want wat hier gebeurde, het was gewoon echt niet normaal.
Ik had op mijn Instagram een paar keer een fanmailadres gedeeld. En het was volgens mij toen voor mijn verjaardag. Omdat ik het heel erg leuk vond om jullie kaartjes en zo open te gaan maken in een video voor mijn verjaardag. Ik gaf toen dus het adres van een postbus en het was niet mijn huisadres of zo. Ze konden me ook niet bereiken. Het was gewoon een adres waarnaar je post kon sturen. Mijn vader die haalde de postbus leeg en die bracht gewoon alle enveloppen en zo naar mij. En toen maakte ik alles open en het waren serieus allemaal zulke lieve briefjes van fans en dat soort dingen. Tekeningen, cadeautjes, echt van alles. Toen maakte ik een envelop open waar gewoon mijn naam op stond, een postzegel op stond. En het was al helemaal een verkreukelde envelop dat je echt denkt van, hoezo? Maar goed, dat kan natuurlijk gebeurd zijn met de post. Dus ik maak hem gewoon open zonder dat ik ook maar iets door had. En jongens, wat ik toen aantrof, toen ik die envelop openmaakte, ik schrok me echt dood. Wat er namelijk in de envelop was, was een kaartje. Een handtekeningkaartje van mij. Die meiden toen, die destijds toen fan van me waren, die twee fans, hebben gekregen van mij op de YouTube gathering. Want die deelde ik daar toen uit. En dat was ik vergeten te zeggen. Maar ik had ze dus zelfs al een keertje ontmoet op de YouTube gathering. Daar had ik de hele groepsapp ontmoet. En toen was het allemaal super gezellig. Toen hebben ze ook heel veel handtekeningkaartjes van mij gekregen en zo. En wat ik dus aantrof in die envelop, was dus zo'n handtekeningkaartje van de YouTube gathering. Die helemaal verbrand was. Mijn hoofd was volgens mij een gat ingeprikt. Vervolgens met een of ander vuur erbij geweest om mijn hele hoofd weg te branden. Er was gewoon een heel deel van het kaartje weggebrand. En er zat allemaal as in die envelop. Nu is het toen zo geweest dat ik hier heel erg van ben geschrokken. En ik daar een foto van heb gemaakt. En ik weet nog dat ik die toen naar mijn vader stuurde, want mijn vader was op het werk. En toen zei ik echt van, moet je kijken wat ik nu aan heb getroffen. Je zou natuurlijk misschien nu denken, nou het is wel heel raar, maar hoe weet je dat het van die meiden was? Nou, het leuke was dus, ze hadden mijn ouders hun bedrijf gebeld. Mijn ouders hebben een eigen bedrijf. En als je zoekt op Popman, dan kan je dat best wel makkelijk vinden. Dus ze hadden anoniem gebeld naar mijn ouders. En ik had mijn vader echt, denk ik, net een uur geleden die foto gestuurd. En toen werd hij anoniem gebeld. En toen zeiden ze, heeft Bo al wat post ontvangen? Dus mijn vader zegt, post ontvangen, hoezo dan? En toen zeiden die meiden, nou, we hebben een hele speciale boodschap voor haar. Dan moet je maar even aan Bo vragen of ze dat heeft ontvangen. En toen werd er opgehangen. Dus mijn vader belt mij en ik wist gewoon direct dat dat kaartje van hun was. En ik twijfelde er sowieso aan, want ik dacht van, het moet wel van hun zijn. Ik zou niet weten wie dat anders zou doen en wie nog meer die kaartjes hadden. Want zoveel had ik er toen niet uitgedeeld, alleen aan natuurlijk die groepsapp. En toen maakte ik dus die envelop, er zat dat kaartje in en het was gewoon echt, het was niet normaal. Mijn vader die is toen die avond toen hij thuis kwam, heeft hij ook gewoon gekeken naar het kaartje en dan zei ik echt van, hoe kan je zoiets doen? Hoe kan je zo psycho in je hoofd zijn dat je denkt, ik pak een handtekeningkaartje van iemand, ik steek het in de fik voor de helft, ik prik het hoofd eruit, ik doe dit in een envelop, betaal voor een postzegel, doe dit op de post. Alleen om diegene even te treiteren. Ik heb dat kaartje toen gewoon weggegooid. Nooit erbij nagedacht om hier ooit een storytime over te maken. Maar mijn vader heeft de foto wel teruggevonden. Want mijn vader die slaat wel altijd gewoon zijn foto's netjes op in mapjes. Dus die kon hem heel gemakkelijk terugvinden. En daar ben ik best wel blij mee. De foto staat hier namelijk nu rechts van mij. En zo zag dus de voorkant van het kaartje eruit. En het is echt psycho. Hoe kan je zo'n sticker helemaal afbranden? En gewoon een heel gat in mijn hoofd boren en dat wegbranden. Het waren dus echt twee hele rare fans. En ik heb ze na dat kaartje, moet ik eerlijk zeggen, ook nooit meer gesproken. Heel erg raar. Ik heb nooit meer een berichtje ontvangen. Ik heb nooit meer een anoniem telefoontje gehad. Helemaal niks. Dus ik denk dat ze dat kaartje echt als een ultieme wraak zagen en dachten, dit is het, klaar. Maar ik snap gewoon niet waarom. Ik bedoel, kijk, als je iemand haat, prima. Maar dan laat je diegene lekker links liggen. Dan ga je niet ook nog eens geld betalen om zoiets op te sturen via de post, lijkt mij. Maar goed, dit is natuurlijk gelukkig nu voorbij. Ik heb op dit moment heel veel lieve fans waarvan ik elke dag heel veel lieve berichtjes en dat soort dingetjes binnenkrijg. En ik vind het heel erg leuk. Dank jullie wel allemaal daarvoor. Dit was helaas al wel weer de storytime. En sorry als het misschien een beetje onduidelijk of rommelig was. Maar dat kwam voornamelijk omdat het best wel heel erg lang geleden is. En ik er eigenlijk nooit meer echt bij stil heb gestaan. En wanneer ik dan aan het vertellen was, dan kwamen er weer allemaal dingen op in mijn hoofd. En dacht ik, oh ja, dat is belangrijk, dat moet ik vertellen, dat moet ik vertellen, dat moet ik vertellen. En daardoor was alles soms een beetje in een rare volgorde en een beetje rommelig. Maar goed, ik hoop dat jullie het verhaal begrepen hebben. Vond je de video leuk en wil je meer storytime zien op mijn kanaal? Doe dan even een duimpje omhoog.
Vergeet je hieronder ook niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk zie ik jou bij de volgende video. Doei doei!